waar Amerikaanse militairen vroeger? Ja, ja. Vertel. Nou, eigenlijk is Puerto Rico, dat hoor. Okay. Puerto Rico, later ook uit het vasteland. Waar, ik heb gisteren iemand ontmoet in Suriname, heel bekend in de gemeenschap, die is vader uit Amerikaanse militair hier geweest is. Serieus? Ja, ik kan de naam helaas niet noemen. Maar. Nee. Dus eigenlijk maakt niet uit hoe we schreeuwen in dit land, er gaat niks gebeuren. Er gaat wel wat gebeuren. Het gaat gebeuren dat men gaat de zaken komen dirigeren en ontwikkelen. En mm-hmm. Suriname gaat zijn deel krijgen wat zij willen geven. Oké, okay, maar dus wat voor oplossing hebben we dan in Suriname op dit moment? Naar jou. Inzien. De oplossing is dat we hard moeten werken in Suriname. Laten we daarmee beginnen. We moeten echt hard werken, want we werken helemaal niet hard. We denken het wel en we zeggen het, maar het is niet waar. Er is zoveel te doen. Ik ben het niet helemaal eens met je. Want... Het is algemeen, het gaat niet op groepsgegroepen maar individuele. Wat ik wel heb gezien is dat wij Surinamers, wanneer we vaak in het buitenland zijn, wel hard werken. En dan vraag ik me af van... Waarom is Suriname niet? Dus dat bedoel ik. Ja, maar voor mij lijkt het heel logisch. Als je naar het werk gaat elke dag, mm-hmm. wetende dat je toch een van de maat niet rond gaat komen met hetgeen je gaat verdienen die dag, mm-hmm. dan heb je nul motivatie. Want diezelfde persoon zet je ze in Nederland en die man weet hij gaat rondkomen, gaat mm-hmm. hij wel keihard er tegenaan. Maar als ik hier zo, ik weet niet wat die mensen verdienen, maar stel ik zou hier 5000 SAD verdienen per maand, ik zou ook niet gaan werken. Never nooit. Maar, ik zou niet eens mijn bed uitkomen. Maar zouden ze dan zitten in de coffeeshopbox die ik hier net zag, tientallen auto's of in het Hard Rock Café? Hoe zit dat? Het is een paradox toch, lief? Je hebt een groep die het wel voor elkaar krijgt. Nou, het is een grote groep hoor, kan je zeggen. Ja, maar vaak is het ook dat... Heel wat mensen... Surinamers besteden hun geld misschien niet altijd op de juiste manier. Want je ziet ook mensen die een dikke auto rijden, een hele mooie wagen rijden, maar ze wonen met... 4 generaties in een huis, want die persoon heeft ervoor gekozen om een auto te kopen. Ja, dat zou je geen prioriteiten vaker stellen, toch? Kijk, natuurlijk heb je mensen die het slecht hebben, maar veel beter moeten hebben. Juist. Maar een grote groep die zegt dat ze het heel moeilijk hebben gehad. En ik ben gaan kijken het weekend wat er allemaal gebeurt in de diverse clubs in en rond Paramaribo. En dan weet ik niet wat ik van het verhaal moet geloven. Natuurlijk, mensen hebben het moeilijk, zullen altijd moeilijk blijven. Maar het geldt ook voor anderen. Echt, als ik je vertel dat ik in New York heb gezien dat mensen in tenten op straat slapen. Of op kartonnen dingen. Amerika gaat het baar slecht. Wel, dus, mensen denken dat het de American Dream is. Ja, maar het is echt niet waar. American Nightmare is live. Heel wat mensen nu in Florida voor hun inrit. Ja. Dan mag je met je auto parkeren. Dan slaap je in een auto. Zet een portable toilet voor je. Dan ga je naar daar. Of ze verbouwen hun garage tot een appartement. Dan mag, kan je dat. Omdat het heel duur is. Florida is een van de duurste staten in Amerika. Dus ik wil je aangeven dat men klaagt wel veel, soms terecht hoor. Mm-hmm. Maar er kan veel zelf worden gedaan. Veel meer ondernemingsdrift en zin moet men hier krijgen, denk ik. En dan kunnen die problemen geminimaliseerd worden. Want we zijn niet met veel mensen hoor. Klopt. Dus ik ben het wel met je eens, we moeten pompen, maar... Wat ik ook heb gemerkt hier is dat niet de sky the limit is, maar de politiek is hier je plafond. Want het moment dat je hier zo... kijk, als je een eenmanszaak wil openen en je wil een winkeltje openen, dan ga je nooit last krijgen van niemand. Maar het moment dat je echt zaken wil doen in dit land, dan moet je vergunningen hebben. Dan heb je de politiek die erbij kan bemoeien. Dan moet je bijvoorbeeld een stuk grond hebben of je moet toestemming krijgen of weet ik wat. Maar eeuwig dikt de politiek erin, waardoor het bijna niet van de grond komt. Omdat, kijk. Ja, de politiek alles bemoeien. En er zijn te veel domme regels, zou je dadelijk een aantal noemen. Maar eigenlijk een paar, anders ben ik morgen nog niet klaar. Maar er kan veel meer worden gedaan. Maar de mensen moeten meer ondernemingsdrift krijgen. Want je hebt wel Surinamers die ondernemingsdrift hebben. Ja. In het buitenland vooral. Binnen Suriname veel minder. Misschien ook omdat het hier minder betaald wordt hoor. Maar het kan beter, het moet beter. Want zo gaat het niet lukken wat we ooit denken of willen doen. Ja, dus... ik weet niet of die drift er niet is hoor. Hier word je bijna gedemotiveerd. En dan praat ik van het persoonlijke titel. Ja.
Maar juist wanneer je drift hebt hier... Ondernemingsdrift, hè? Ja, ondernemingsdrift. Wordt het je bijna niet in dank afgenomen. Want als je bijvoorbeeld 10 dingen doet... Ja, maar je doet dat al, waarom moet je dit ook doen? Dus afgunst is bijna hier een ziekte geworden ook. Het zou best kunnen. Maar een goede ondernemer laat zich door. Niets uit het veld slaan. Sowieso. Maar het is wel... Als je wil dat het land vooruit gaat, dan moet je niet mensen demotiveren. Want alleen... hoe moet ik het zeggen? Ja, je moet die mensen niet demotiveren. We hebben het nodig, juist dat ook de minder sterke ondernemers ervoor gaan. Men motiveert je niet in Suriname. Men is altijd bezig met andere landen. Ja. Mensen uit andere werelddelen en streken binnenbrengen. Of dat de oplossing zou zijn, of het wel halen het zou zijn voor de mensen. Ja, dus voor het begon had je een opmerking gemaakt dat de huidige leider... bezig is om een heleboel vreemden naar binnen te trekken. Wat was het precies? Aziaten komen bij Drommelban binnen in dit land. Ongemerkt. Kijk, Chinezen. Mm-hmm. Elke keer zie je meer Chinezen rondlopen. Mensen uit India gaan ook hier binnenkomen. Ze zijn er al. Ze zijn er al en ze gaan meer worden. Ik zeg het je, let maar op. Zij die het ontkennen, schrijf mijn woorden op. Kijk over 5 jaar. Maar wat denk je de reden is daarvoor? De reden is dat men het land hier wil komen leegroven. Dat is de reden. De mensen uit, laten we even uit India nemen. De mensen uit India hebben hun eigen land kaal gekapt, kaal geknipt, alles gedaan. Want India was een groot en rijk land trouwens, nog steeds. Ja. Men is nu op zoek, want ineens wordt over farmaceutische industrie gesproken, toch? Mm. Veel. Wat denk je aan die farmaceutische industrie voor hun? Is dat ze het bos komen leeg afstropen om die kruiden en planten te verzamelen... En naar India te sturen, niet hier te processen, naar India te sturen en daar te processen. En als het klaar is op, is men klaar met Suriname. Zo gaat dat. Maar met de dingen is het geweest ook dat men hier naar de Amerikanen kwam om de bauxiet weg te dragen voor eigenlijk een habbekrats. Mm-hmm. Een vriend van me zegt een slordige greepstuiver, you know, om het weg te brengen. En te verwerken tot aluminium voor vliegtuigen. En dat vonden wij geweldig, want Suriname had ook een vliegtuig bijgedragen. Met hun eigen geld, zodat het bok niet van hier kwam. Maar dat is een ander ding. Maar dus, dat is het kenmerk. We zijn een windgewest geweest en gebleven. Het geldt ook voor Guyana. Men haalde olie uit de bodem. Ja. Maar men dat het uitgeput zou zijn, weet niet wanneer, is men klaar. Is men weg, ander ding. Oké, er is zoveel andere dingen te halen, Ino. Maar we moeten maximale uit onze delfstoffen halen. Ik vraag me af of we de juiste mensen daarvoor hebben. Ik geloof het haast niet hoor. Maar dat is een van de doelen. En natuurlijk hoe de hele wereldtrend zich beweegt. Toch weet je, ik gaf het voorbeeld. In 1895, 1890 waren alleen maar paarden op de straten van New York en Parijs. Ja. Yeah. De straat lag vol met paardenafval. 10 jaar later waren er geen paarden meer, maar alleen maar auto's. De auto heeft van de een op het andere moment een omslag gemaakt in de wereld. En hetzelfde zie je gebeuren nu met alternatieve energiebronnen. Dus de mensen die gokken op olie en misschien aardgas, dat is maar zo'n apart ding, die gaan bedrogen uitkomen. Want ineens ga je zien, elektrische auto's aan die rijden rond. Weet je, of alleen maar zonnepanelen op de daken, zonne-energie. Noem maar op, dus windenergie. Juist. Ja. Dus alles kan zich in een oogwenk een omslag maken. En een oorlog die uitbreekt zou ook een omslag kunnen maken. Ik hoop het bij God niet dat dit gebeurt. Maar het is wel gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. De oorlog die kwam, de Tweede Wereldoorlog, heeft alles veranderd.